Vanavond mag ik een wijn uitzoeken bij Vitello Tonato. Een prachtig Italiaans gerecht, wat ik zelf ook graag maak en eet. Met Vitello kunnen we eigenlijk twee kanten uit. Je zou daar een mooie witte wijn bij kunnen serveren of een iets wat elegantere rode wijn. In dit geval heb ik gekozen voor een rode wijn en voor een Italiaan, niet geheel toevallig. Italiaanse keuken is fantastisch, Italiaanse wijnbouw is heel veelzijdig en ook van een erg hoog niveau. De wijn waarvoor we gekozen hebben is een wijn uit Valpolicella. Dat ligt in de Veneto. Veneto ligt eigenlijk in het redelijk noorden van Italië. Het ligt rechts vanuit de kaart bekeken, ten oosten van het Gardameer. Dat is eigenlijk een gebied waar ontzettend veel wijn geproduceerd wordt. Dus de meeste wijn van heel Italië komt uit Veneto. Ik heb dan ook heel lang gezocht voor een producent die kwalitatief gewoon goed zit. Want er komt veel wijn vandaan, maar ook veel slechte wijn vandaan. Gelukkig hebben wij een producent gevonden die echt op heel hoog niveau wijnen maakt. Ik heb nu gekozen voor een wijn van Carugate. Carugate is een van de topproducenten uit het gebied. In dit geval gaat het om de Rio Albo Valpolicella. Vaak denken mensen bij het gebied en de wijn Valpolicella aan wat zwaardere type rode wijnen. Dat klopt. Over het algemeen worden er ook stevige wijnen gemaakt. Voornamelijk de Ripasso en het grote boertje, de Amarone. Dat wordt eigenlijk gemaakt van ingedroogde druiven die daarna geperst worden. Waardoor je een hele geconcentreerde, volle, alcoholische en ook licht zoete rode wijn krijgt. Dit is eigenlijk het tegenovergestelde, dus een hele frisse, elegante, lichte rode wijn. En voor we de wijn gaan proeven wil ik toch even laten zien dat deze wijn een schroefdop heeft. Eigenlijk heel makkelijk, je draait en je hebt hem zo open. We hebben deze wijn ook op kurk gehad, maar onze voorkeur heeft schroefdop. Waarom? Deze wijn is voor direct gebruik. Een schroefdop laat heel weinig lucht door. Een kurk die laat altijd heel licht lucht door, waardoor de wijn op termijn wat sneller ontwikkelt. Een schroefdop, buiten het gemak, sluit de fles of de wijn ook heel goed in de fles af. En daardoor minimale of bijna geen invloed van zuurstof. Wellicht zien jullie het meteen al, de wijn heeft een hele lichte rode kleur. Heel opvallend. En dat is ook precies het tegenovergestelde als je bijvoorbeeld een Ripasso of een Amarone in het glas schenkt. Dat is bijna inktzwart en heel intens van kleur. Als we ruiken valt meteen op dat er enorm veel fruit naar boven komt. Echt de zwarte besjes, wat kersen, mooie rijpe bosaardbeien. Heel aangenaam en heel fruitig. Totaal geen invloed van hout, puur op het fruit gemaakt. Super sappig, heel zacht, maar het heeft voornamelijk hele mooie zuren. En die zuren vind ik heel belangrijk. Want de meeste Ripasso's en Amarones en andere normale Valpolicella's uit dit gebied hebben vaak weinig zuren. En die zijn vaak heel log en fors. Deze wijn zit relatief hoog in zijn zuren, maar dat maakt hem heel fris en elegant. Ik denk door die elegantie dat het goed te combineren is bij een toch relativ elegant gerecht als Vitello Tonato. Je zou er goed witte wijn bij kunnen schenken, maar in dit geval prefereer ik deze elegante rode wijn. Je hebt het zachte kalfsvlees en je hebt het romige van de tonijnmayonaise. En dan zal deze fruitige, elegante Rio Albo perfect bij combineren. Proost!